kijkers van Online Games en vannacht ik werk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Goed jongens, we gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Jawel, komen we helemaal goed. Perfect, goed, prima, goed, ja, prima, goed, prima, goed, ja, prima. Goed, ja, goed, ja. Zoals je natuurlijk weten, zijn we uiteraard nog altijd bezig geweest met dit ding hier. Het voorste, niet het achtste, maar het voorste natuurlijk. Ja. Wat ik ook binnenkort een keer wil gaan doen, is dus ook, het is winter, wil ik dus alles vanuit hier eruit gaan halen. En hoe bedoel je eruit gaan halen? Ja, omdat winter is, het is koud en dus ja. Groeit het eigenlijk normaal in het echt natuurlijk niet. Als je een aardappel zou erin doen, dat zal nooit groeien, omdat winter is. Het vries, het gaat kapot. Dus, ja. Wij gaan dus gewoon... Dat moeten we zo eens een keer helemaal leeg halen. En dan wil ik dat in een kast gaan doen. Dus echt binnen. Ja, dus dat komt helemaal goed. Ik wil eens even kijken hoe ik dat wil gaan aanpakken. Ja, ik heb alles geregeld. Ik wil ervoor zorgen dat wij een laagje steen erbovenop. Dus... ik heb er nog 30, dus met die 30 gaan we dus even kijken dat ik een trapje ga maken. Om maar... er bovenop... te kunnen komen. Hop. Hop. Kijk, dan kunnen we tenminste... er bovenop. Hij moet sowieso... nog eentje hoger, dus zo. Anders kunnen we ook. Dan moet je gewoon zo, hop, hop. Hop, hop, kijk. Want dan wil ik dat hier zo het tegenaan zetten. Dus dan moet die eentje hoger. Kijk, en dan hier zo twee steen en dan twee glas of drie glas en dan weer twee steen, drie glas en dan langs er want zo in het midden werken. Dus dat het dak dus ook glas is. En dat glas dat moet gewoon van deze zijn. Dus hier heb ik niks aan die glas dingen. Dus ja, dat komt helemaal goed. Dus gaan we kijken hoe ver dat steen is. Ik hoop dat dat klaar is. Nog maar één brood. Zo. Dus heb ik sowieso zand nodig een keertje. 37. Nog eens 37, 4, 6 en 10. Oké, ik heb sowieso een volledige stack en 8. Dus dat is even voldoende. Ja, als we dan deze nog opeten, dan is die weg. En dan hebben we nu lekker gebakken aardappelen. Komt helemaal goed. Zo. Er is nog een extra laag erop. We moeten niet vanaf vallen. Zo, hop. Want het moet ook goed verlicht zijn. Want ik heb geen zin in gedonder en gezeik.
Er komt sowieso ook glowstone erop. Ik ben bang dat ik veel meer steen nodig heb. Ik ben er nu alweer bijna door mijn stack heen, hè. Ik haal het nog niet met een stack. Oké. En hop! Boom. Ga ik trouwens hier even gaan slapen. Ik weet niet hoeveel dat die geeft, dus we moeten even wachten tot wij veel kunnen gaan eten. Ja, zullen we dan even nog twee stacks erbij doen? Ja, laten we dat dan maar even gaan doen. Hey. Steen. Twee stacks erbij. 1, 2. Ach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hup, doortrekken naar gewoon. Waar is die volledige zak? Hier is die volledige zak. Hier is die. Goed. Ik heb 4 stuks. Hoeveel geeft hij aan? Oh, hij geeft 2,5. Oké, okay, dat valt op zich wel mee. Die is klaar. En die? Dat is samen 56. Steen heb ik weer. Goed. Ja. Ja, het ziet er wat beter uit. Dan moet ik even kijken dat ik nu 2 steen er omheen doe. Dus 1, 2. Dus dan moeten we dit... Zullen we kijken of dat er wat uitziet. Ik hoop dat ik deze week het dak af krijg.
te hopen. Ja, nou. Ja, op zich ziet dat er mooi uit. En dan drie glas en dan. Ja. Dat is op zich best mooi. En dit is uiteraard het dak. Ik heb echt veel meer steen. Ik heb nu weer twee stacks om te laten smelten. Heel even kijken. Het is 10, 2. Dus we kunnen ook 4 verschillende soorten dingen doen. Maar wat gebruiken we nu toe het meeste? Ik denk graan. Aardappelen. Rode bieten dan ook. Graan, aardappelen, rode bieten. En dat is het, denk ik. Zijn het meloenen? Denk het wel, hè? Ja. Maar dat gebruiken ook, denk ik, niet veel meloenen. Nee. Eens even kijken. Arendsuikerriet is dit. Wordt het biet? Wortel die gebruiken we denk ik niet, En bieten. Dus biet, aardappelen en wiet. En dan misschien nog eentje, misschien dat we daar dan ook nog wiet van gaan maken. Ja, moeten we nog gaan bekijken. Die gaan er ook snel doorheen, die aardappelen. We zijn pas 13 minuten bezig, maar ik ken nu niet veel. Ik wil eigenlijk wel totdat ze allebei 4, 6 hebben, dat we dan morgen door kunnen gaan. Eigenlijk. Hoe zit het met de zon? Die gaat hier omlaag. Die ga ik niet halen om even terug te komen. Nee. Dus dan doen we dat maar even niet. Ik kan eventueel heel even in die stenen kist dat ik daar het steen volop weer terug ga proppen. Want dat is weer drie plekken leeg. En hoeveel hebben we er ook? Kijk. Als we even 1, 2, 3 pakken. En dan 1, 3. Die 24 keien die bewaar ik wel. Dus we hebben een heleboel. Ja, oké. Oeh, dus TNT, dat is hier de gevaarlijkheid. Ja, dat ziet er goed uit. Hoe ver is die al? Ik hoop eigenlijk dat die bijna klaar is.
Die smeltruimte. Die zijn allemaal leeg, ah, ja. Het is toch wel handig zo'n smeltruimte. Hier is er niks in. Hier, ah ja. We hebben genoeg kool, dus dat hoeven we ook ons niet geen zorgen om te maken. Maar die is nog 19 en die ook nog, dus dat komt helemaal goed. Goed, dan ga ik het hier zo bij laten, denk ik, jongens. Dan zien we elkaar gewoon weer lekker morgen weer terug met een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Mooi project bij de kerstboom afsluit. Prachtig. Goed, jongens, wij zien elkaar gewoon weer lekker morgen weer terug met een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!